Hey guys and girls, what's up? Pigwop hier, welkom bij part 28 van de Minecraft Vanilla Let's Play. Op maandag 13 mei 2013. En Bob, wat is met de voorkant van juist gebeurd? Goeie vraag. Nou, het begon allemaal met een creeper en waarschijnlijk kun je de rest wel raden. Ik was eventjes geluid aan het testen of alles het deed en zo. Klaarmaken om het op te nemen en ik deed de deur open, want de deur openen maakt geluid. En ja, daar stond dus blijkbaar een creeper aan de andere kant van de deur. Die ik net niet kon zien. Dus we moeten dit eerst even fixen voordat we het anders gaan doen. En terwijl we dit aan het fixen zijn, kan ik jullie op de hoogte stellen van mijn nieuwe Twitter-account. Het is Twitter @official_payerkabob. Voor degenen die dat nog niet wisten. Ik had een annotation gezet in de vorige video. En de link die staat in de beschrijving van part 26 en 27. Maar ik zal de link ook onder in deze beschrijving zetten. Dus mocht je geïnteresseerd zijn om mij te blablabla. Mocht je mij willen volgen op Twitter en mij vragen willen stellen bijvoorbeeld. Ik zal ook eventjes aangeven wanneer er een nieuwe video is geüpload. Ik heb geen flauw idee hoe ik dat doe. Maar ja, ik probeer het wel uit te zoeken. Dus volg mij even op Twitter. Link staat in de beschrijving van deze video. En dan kunnen we daar met elkaar in contact blijven. Waar was ik nou op zoek? Dirt. En stone. En de deuren heb ik. De buttons heb ik. Zo slecht nog niet. Heb ik. Mis ik een pressure plate? Volgens mij wel. Yep. Die pressure plate die ligt daar niet. Hoe maak ik die ook alweer? 3 naast elkaar? Nee. 2 naast elkaar. Ja. Nice. Oké. Eerst dit allemaal maar opvullen. Ik heb het trouwens ook gravel nodig, zie ik. En flower pots en zo, bla bla bla. Hoe was het ook alweer? Zoiets. En hier hoort stone. Dit is stone, shit. Ja, dit hier is stone. Hier komt glas. Maar er moet nog wel stone. Dus dit moet opgevuld worden. En dan zo. En hoe moet ik dit in godsnaam zitten? Wacht even. Weet je, als ik zo meteen mijn vorige part ga kijken, dan denk ik... Oh, zo zit het. Voor nu kunnen we het wel zo doen, denk ik. Shit. Ik weet dat hier een button moet. Laten we eerst doen wat we wel weten. En hier moet een button komen. Dan zitten de deuren hier. De deuren die plaats ik van buiten. Eerst links. En dan rechts. Die deuren kan ik nu openen met een button. En van binnenuit kan ik ze openen met een pressure plate. Die pressure plate kan ik neerplaatsen. Hier moet glas komen. Hier moet glas komen. Of had ik alles glas behalve die twee? Dat kan ook. Volgens mij had ik dat, ja. Ah, volgens mij hebben we het gevonden. Volgens mij ben ik erachter hoe het zit. Eens even kijken. Zoiets? Yep, dat is het. Denk ik. Ja, dat moet het zijn. Top. Dan kan ik nu die gravel erbij pakken. Flower pots. Er zijn er 4 helemaal kapot gegaan. Fuck's sake. Ah! Oh. Oké. Gravel. Dit kan weg, dit kan weg. Stone. Gravel. Cobble. Die planten die hou ik bij me. Had ik nog bricks over? Nee, blijkbaar niet. Waar zijn alle pots dan die ik gemaakt heb? Of heb ik... Of heb ik alle klei opgemaakt aan pots? Shit. Laat alsjeblieft nog wat zijn. Hier in ieder geval niet. Shit. Nee, dat is stone. Ja. Oké, dit kan ik trouwens herplanten. Hier zal wel wat gravel, wat clay zijn, denk ik.
dacht hij. Oké, misschien ook niet. Ja. Okay, dit moet gewoon helemaal rondom met sugarcanes worden verbouwd. Oh shit. Get out of the way. Goed, dus ja, het is maandag. Vakantie voorbij. Fuck sick. Eerste dag school gehad. Dat is onwijs saai, zou ik maar zeggen. Ik viel nog bijna in slaap. Want het was een hele aangename temperatuur en in het lokaal. En er werd maar gepraat en gepraat en uitleg en uitleg. En ik heb alles meegekregen, maar het had niet veel gescheeld. Laat ik zo zeggen, voordat ik in slaap viel. Het was echt zo'n bedtemperatuur, zo lekker warm en zo'n omhelzende warmte. Oké, wacht, het gaat te diep. Laat maar. Gravel. Is dit gravel? Wat doet gravel daar? Wat doet gravel hier? Oké, whatever. Nou, daar ging mijn mooie georganiseerde cutbox. Alhoewel, ik kan natuurlijk gewoon dit doen. Gravel. Gravel. Nu is het beter, denk ik. Zoiets, boeien. Ik las trouwens in een paar comments dat jullie een paar van jullie mij aanraden om inventory tweaks te downloaden. Of te installeren, beter te zeggen. Maar dat zie ik toch echt als een mod. En dan is het niet echt vanille meer. Ik bedoel, een texture pack, dat lijkt op de default, is dan nog tot daaraan toe. Een texture pack sowieso vind ik al niet echt een heel groot probleem bij het spelen van vanilla. Alleen een mod, dat, ja, is toch anders. Yeah. Fuck's sake. Oké. Wat we natuurlijk ook kunnen doen, is we halen dit weg. En we maken hier logs van. En waarschijnlijk raden jullie het al. Oh, nee. Oh, bollocks. Heb ik hout? Nee, ik denk niet dat ik hout heb. Nee. Nou ja, niet gewoon hout. Echt logs ben ik naar op zoek. Echte boomstammen. Waarom heb ik een crafting table bij me? Oh, Minecraft, you son of a... Waarom zit er een gat in mijn... Oh, wow. Oké, dit kan hierin. Kijk, wat zeiden jullie ook weer? Je kan het zo doen. Je kunt het even verspreiden of zo, wat? Dit kon toch altijd al? Ik weet het ook eens een keer doen. Oh, oké, dat werkt dus inderdaad. Oh, dat is nice. Moet je kijken. Oké, dat is sweet. Dus. Ten flowers. Die gaan hierin. Dan. Dirt. Even wat eten. Potato, niet eens gekookt, maar niet uit. We love raw food. Egg, heb ik er al een stuk of 38 nu van. Ja, waarom heb ik zoveel kool bij me? En waarom heb ik niks in de chest? Nou ja, het zal wel. Flint, duiken. Oh nee, wacht, flint moet hierboven. Oh, en kool moet ook daarboven, oké. Oké, we doen het niet heel slecht, moet ik zeggen. We hebben heel veel redstone. We hebben heel veel lapis. Die kan ik in blocks omzetten, maar het ziet er wel mooi uit zo. Dus totdat het echt niet meer kan, dadelijk ze gewoon zo. Emeralds hebben. Diamonds, superveel. Nou ja, superveel kan altijd beter natuurlijk, maar... Gewoon niet klagen. Oh, die glaas die had ik trouwens bij me, omdat ik per ongeluk zo'n
glasblokje had ze kapot geslagen. Dus moest ik het even repareren voordat ik in de lava viel. Alweer. Ja. Dus eventjes slapen. Eventjes wachten tot het dag wordt. Blablabla. Dan gaan we hout kappen. En dan ga ik deze... dan ga ik deze hout gebreuken. Deze hout ga ik gebreuken. Je weet zelf. Ik ga deze hout... Ik kan het niet meer. Ik wil automatisch overgaan op het Engels, omdat ik achter mijn computer zit. Oké, dit is hoe ik het dus wil hebben. Zo. Kunnen we kijken hoe dit eruit ziet. Alleen ik weet niet. Dus ik kijk wel. Whatever. Waarschijnlijk weten de meeste jullie al, van jullie al wel wat ik wil. Voor degenen die het niet weten. Ik wil gewoon deze boomstammen daar neerzetten. Langs de kant van het pad. Zodat ik met scharen leaves, oftewel bladeren, kan farmen. En dan kan ik dus zo'n rij bladeren maken. Tenminste, voor zover ik het weet heb je daar logs voor nodig, anders verdwijnen de leaves. Dus we gaan eens even kijken. Shiz. Daarvoor heb ik 2 iron ingots nodig uit mijn hoofd. Laat het alsjeblieft goed zijn. Ja. Nice. Goed, dan pak ik dus de leaves van een van deze bomen. Dit bijvoorbeeld, degene die ik net kapot heb gemaakt. 13, dat zijn er wel genoeg. En dan plant ik deze dingen. Nou, dat ziet er niet heel verkeerd uit, denk ik, toch? Nee, ziet er best wel nice uit. Kan ik hier beneden ook trouwens wel doen. Ziet er misschien leuker uit dan plantjes. Fuck jullie plantjes! Tijd voor verandering. Tot hoe ver had ik dat? Hier of zo, weet ik veel. Zullen we wel wat extra moeten farmen? Shit. We zouden dit in principe gewoon langs het hele pad kunnen doen. Hebben we er zin in? Nee! Gaan we dit doen? Ja, waarschijnlijk wel. Niet nu, maar ooit. Wow, tering. Het geluid. Man, een machinegeweer. Oké. Misschien moet ik even herplanten. En hierheen. Doe eens gek. Awkward. Dit is precies genoeg. Netjes. Ah, dat ziet er toch best leuk uit, denk ik. Ja, toch? Ja. Mooi. Is die creeper toch nog ergens goed voor geweest? Nou, dus deze aflevering is door de creeper veranderd in een decoratieve aflevering. Gewoon een beetje aanpassing aan het huis. Super veel flowerpots, oaklies, die doen we hierbij. Flowers, die gaan we hierbij. Fuck's sake. Sticks, die hou ik bij me. Ik maak hier wel even sticks van. Dirt, die gaat in de kist. Nou, oké. Wauw, zijn we al best wel lang weer bezig. Dus, ik hoop dat jullie allemaal een fijne maandag hebben gehad. Ik in ieder geval niet, dat was zo saai als wat. Maar goed, gelukkig even lekkere video maken. En een beetje huiswerk is ook leuk. Ha, not. Dus ja. Nou. Oké, bedankt voor het kijken naar part 28 van de Minecraft Vanilla Let's Play. Als je het leuk vond, geef dan even een groen duimpje. Laat even een reactie achter op deze video.
Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en mijn Twitter te volgen. Ik zal de beschrijving van mijn... Ik zal de link naar mijn Twitter in de beschrijving hieronder zetten. Kun je erop klikken, even volgen. En dan zal ik even laten weten wanneer ik een video geüpload heb. Of kun je gewoon vragen stellen. Dus, dan... moeilijke positie. Oké. Dus bedankt voor het kijken. En ik zie jullie op Twitter, YouTube en whatever. Dus, tot snel. Bye.